welkom bij deze nieuwe video. Een jaar geleden is Kruidvat uitgekomen met hun eigen Kruidvat make-up lijn, hun eigen huismerk make-up lijn. En dit jaar komen ze uit met een heleboel nieuwe producten. Ze breiden hun hele collectie uit. Ik heb laatst een online event gehad met hun, waarbij ik ook een selectie van de producten heb ontvangen. En ik dacht, ik ga ze gewoon gelijk vandaag testen voor jullie. Als deze video online is, zijn de producten volgens mij al online te komen. En echt in de fysieke winkels druppelen ze vanzelf binnen. Bij het online event werd er verteld dat Kruidvat zich echt heeft gericht op de gemiddelde Nederlandse vrouw. En ze wilde make-up wat makkelijker en toegankelijker maken. De meeste vrouwen, en vooral in dit kleine nuchtere landje, weten niet heel veel van make-up. Zijn ook heel vaak bang om make-up verkeerd te gebruiken. De gemiddelde vrouw gebruikt letterlijk alleen maar mascara en lipbalm. Dat is voor mij echt shocking, want ik gebruik echt een heleboel make-up. En ik vind het wel jammer dat een heleboel vrouwen dit dus gewoon niet doen, omdat ze gewoon vaak niet weten hoe ze producten moeten gebruiken. Dus Kruidvat heeft zich daar echt op gericht om het allemaal wat makkelijker te maken voor iedereen. En vandaag ga ik dus alles samen met jullie reviewen en ik zal ook goed laten zien hoe je alles makkelijk kunt gebruiken. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuwe leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, voordat ik de video begin, ga ik er echt een hele grote disclaimer in knallen. Want ik heb de collectie 1 jaar terug ook al getest hier op mijn kanaal. Ik had die video als een van de eerste mensen online geknald. Een tijd erna heeft ook Jessie Maya toen de make-up getest. Zij vond echt alles slecht en super crappy. Terwijl ik in mijn video een aantal producten gewoon goed vond. Toen werd ik massaal aangevallen omdat die persoon het allemaal slecht vond en ik vond een aantal goed. Loog ik dus kennelijk. Ik heb de make-up van vandaag wel van hun gehad. Maar in die tijd had ik het niet van hun gehad. Ik had het gewoon gekocht met mijn geld. Het was ook gewoon mijn eerlijke mening, zoals altijd in mijn video's. Maar omdat een andere persoon het slecht vond, loog ik dus omdat ik er een aantal goed vond. Toen werd ik helemaal aangevallen door al haar fans. Dus ik denk, nou weet je wat, ik ga er gewoon een disclaimer in gooien. Dat een andere persoon alles slecht vindt, betekent niet dat een andere persoon liegt als hij het goed vindt. Ik had ook toen een aantal andere video's erover gezien, waarvan er gewoon genoeg mensen waren die gewoon een aantal producten ook goed vonden. En in mijn video vond ik, terwijl ik het aanbracht, iets goed. Maar aan het einde van de video vond ik het dan toch slecht. En heel veel mensen kijken ook gewoon de video niet af. Dus als je echt mijn mening wilt weten, kijk de video af. Want af en toe verandert mijn mening op het einde. Dus voordat mensen weer helemaal in haar reet gaan en andere mensen gaan uitmaken voor leugenaars, denk even gewoon na. Eén persoon zegt, betekent niet dat het voor iedereen geldt. Wat ik persoonlijk ook altijd doe, is dat ik ook let op de prijs. Als iets 2 euro is, verwacht ik niet super goede kwaliteit als iets van 40 euro. En bepaalde andere mensen doen dat wel. En dat vind ik persoonlijk gewoon niet de goede manier van een testvideo. Je moet ook altijd rekening houden met de lage prijzen. Dus nogmaals, ik heb de make-up van vandaag gehad, maar ik heb geen samenwerking met hun. Ik word niet door hun betaald of whatever. Alles wat ik gewoon vandaag zeg is mijn eigen mening. En als ik iets goed vind, vind ik het ook gewoon goed en dan zeg ik dat ook gewoon. En als iets niet goed is, ja, dan is het gewoon niet goed. Genoeg over dat. Laten we gewoon beginnen met de review. Ik ga beginnen met het eerste product voor de wenkbrauwen. Ik heb hier de Kruidvat Shape Up Brow Lamination. Dit is dus een wenkbrauwgel. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan, zoals je kunt zien. Maar ik heb nog geen wenkbrauwgel aangebracht. Want ik wilde deze gaan proberen. Dit is dus echt gewoon een compleet nieuw iets. En er staat dat het je wenkbrauwhaartjes lift en een gladde gelamineerde finish geeft. Nou, laten we kijken. Je hebt zo'n heel klein borsteltje. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik vind het nooit zo fijn als ze zo heel groot zijn. Oké, ik voel bijna geen product. Oh ja, nou wel. Nou komt er wat product vanaf. Dit heeft best wel nut. Het verschuift wel een beetje mijn potlood eronder. Kijk, zie je nou hier hoe het dat helemaal heeft weggehaald? Je ziet hier nou zo'n heel gat. Dat vind ik wel een beetje jammer. Het voelt een beetje aan als een waterige gel. Ja, het is iets te waterig om te gebruiken samen met een ander iets. Want kijk wat er hier helemaal gebeurt. Ik ga het even een beetje opruimen. Ik denk dat dit wel ideaal is als je verder niks met je wenkjes hebt gedaan. En er niet iets van een poeder of zo onder zit. Maar dit is altijd wel gewoon makkelijk op te ruimen. Kijk. Het lijkt echt heel veel op die van NYX Cosmetics. Alleen die doet dit dus niet. Deze werkt gewoon ideaal samen met andere producten. En deze van de Kruidvat niet echt. Ik denk dat als je hele volle wenkjes hebt, dit wel ideaal is. Het heeft wel de haartjes omhoog gezet. Maar het houdt ze niet heel goed vast ofzo. Ik ga ze heel even weer een klein beetje extra
inkleuren. Oké, voor mij persoonlijk gaat het dus gewoon niet echt werken. Dan gaan we beginnen aan het gezicht. En ik heb hier een aantal gezichtprimers. Ze hebben er zijn drie versies voor elke huid een andere. Je hebt de Beyond the Galaxy Oil Blend Glow Primer. Je hebt de Radiant Skin Prime and Mix Dry Oil Serum. En je hebt de Moisture Skin Prime and Mix Dry Oil Serum. Het hangt dus een beetje af van je soort huid en gewoon jouw voorkeur welke ideaal gaat zijn voor jou. De blauwe is ideaal voor een droge huid. Er zit ook hyaluron in. De glowy geeft een hele mooie glans, mocht je dat willen. En de laatste geeft een soort van oppepper aan je gezicht. Ik vind ze letterlijk alle drie gewoon ideaal voor mijn huid. Alle drie is er wel iets wat mij aanspreekt. Mijn huid is nu niet per se heel droog, dus de blauwe ga ik dus niet doen. Even denken, ik ben een beetje aan het twijfelen. Ik denk dat ik voor geel ga. Deze lijkt mij wel fijn. Ik heb een vrij droge, matte huid. Dus ik vind het wel fijn als iets mij een beetje oppept. Ik doe gewoon een paar druppeltjes op mijn hand. Of ja, een paar. Ik doe altijd best wel veel. En dan smeer ik het over mijn hele huid. Oeh, het ruikt best wel lekker. Het is niet een al te heftige geur. Dat is ook wel fijn. Het voelt een beetje dunnig aan. Oké, het voelt niet heel olieachtig aan. Ik had echt gedacht dat het echt ging aanvoelen als echt zo'n olie. Maar het is best wel dun. Het voelt alsof je gewoon niks hebt op je huid op een hele goede manier. Even een beetje zo intrekken. Oké, next up heb ik hier een dupe. Dit is de Kruidvat Beauty Flash Illuminating Strobing Cream. Dit is dus echt een absolute dupe van de MAC Cosmetics Strobing Cream. Die is echt super fijn. Geeft je gezicht echt zo'n hele mooie glans voor onder je make-up. Of gewoon zonder make-up. Ik persoonlijk vind het iets te veel glans voor zonder make-up. Dus ik vond het fijn eronder. Ik heb ook zo'n dupe ooit gehad van de Ethos. En die was echt absoluut niet fijn. Dus ik hoop dat die van de Kruidvat beter gaat zijn. Bij het online event werd ook alles op iemand aangebracht en de persoon die deze aanbracht, die bracht het alleen maar aan als een soort van highlighter op de hoogste punten op je gezicht. Dus hier een beetje op de neus, een beetje hier en op de kin. Ik persoonlijk smeer dit gewoon altijd over mijn hele gezicht, gewoon voor een hele glans onder mijn make-up. Ik zal even een beetje op mijn hand doen. Als er iets uitkomt, zou het fijn zijn. Oké, er komt gewoon letterlijk niks uit. What the F? Ik ga hem gewoon even helemaal openmaken. Hij is gewoon leeg. Oh my god, hebben ze me gewoon een leeg product gegeven? Er zit letterlijk product tot ongeveer hier. Ongeveer hier. Dus van hier tot hier is het gewoon helemaal leeg. Ja, dan vind ik het niet gek dat er geen drol uitkomt. Hoort hier niet ook zo'n lange ding aan te zitten? Ik snap er niks van. Volgens mij is dit niet helemaal goed gegaan. Ik ga het even een beetje naar beneden schudden of zo. Oké, nou komt er wel iets uit. Dit is wel een beetje raar, maar oké. Oh, het wordt ook een beetje zo goud. Als je het uitsmeert, wordt het een beetje zo goudachtig. Het blendt gewoon in met je huidskleur. Oké, ik ga het gewoon precies aanbrengen als hoe die persoon het bij het online event deed. Gewoon een beetje op de hoogste punten van je gezicht, waarbij je gewoon een beetje een glow wilt hebben. A few moments later. Oké, nee. Ik vind het echt niet fijn. Ik breng het gewoon aan over mijn hele gezicht, want dit kost allemaal veel tijd. Ik vind het zo apart hoe het zo helemaal verandert in jouw huidskleur. Die van MAC is gewoon zo wittig en die blijft ook wittig. Maar dit blendt helemaal zo in met je huidskleur. Oké, dat vind ik wel apart. Ik zie niet echt heel veel glans of zo. Ik had wel iets meer glans gewild, denk ik. Kijk, ik heb nou hier heb ik de crème aangebracht en hier helemaal niet. Dit is gewoon mijn matte, doffe huid. En ik zie niet per se dat er nou hier echt heel veel meer glans zit. Wel een heel klein beetje, maar het is echt extreem subtiel. Ik wil altijd wel iets meer. En vooral omdat ik ook nog make-up erop aanbreng, denk ik niet dat je dit nog überhaupt gaat zien. Oké, ik ga eventjes mijn gezichtsmake-up aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik ben klaar met mijn basis. Ik heb het echt super naturel gehouden. Ik ben ingegaan met deze getinte crème van Morphe. Die is echt super naturel, heeft amper dekking. Toen heb ik mijn Clinique Concealer gebruikt. Ook die heeft een hele mooie naturel finish. En ik heb wat cream bronzer aangebracht. De cream bronzer van Chanel. Ik wil het vandaag echt een beetje naturel en makkelijk houden. Omdat dit dus ja, zo'n soort collectie is. Nou ga ik in met een cream blush. Hiervoor heb ik twee producten. Ik heb hier de Blushing Beauty
Beauty Lip & Cheek Balm. En ik heb ook de Dreamy Glow Gel Cream Blush. Dit is echt zo'n stick voor je lippen en je wangen. En dit is gewoon echt een liquid voor als blush. Dus niet voor je lippen, alleen voor blush. Nou ben ik aan het twijfelen welke ik ga gebruiken. Ik denk dat ik even deze lipbalm op mijn lippen ga aanbrengen. De kleur is wel heel mooi. Je kunt hem dus ook gebruiken op je wangen. Dat is wel fijn. Zo'n 2-in-1 iets is super makkelijk. Gewoon snel aanbrengen op je lippen, op je wangen en je bent klaar. Oeh, de kleur is mooi. Er komt best wel wat pigment vanaf. Dan ga ik deze liquid blush gebruiken. Is het een bepaalde kleur? 020 Delicate Rouge is deze. En de stick is in de kleur 020. Alles is gevallen op mijn kleding. Jongens, kijk even dit. Oh my god. Godzijdank is het niet hier gevallen. Anders was dat de hele tijd in beeld geweest. Nou, dit shirt kan speed gelijk in de was. Let dus op met als je hem openmaakt. Hij is super waterig. Oké, ik breng een klein beetje aan hier zo op mijn hand. Het is zo heel mooi licht roze. Dat vind ik altijd wel mooi. En wat ik dan altijd doe is dat ik... Wow, het is echt heel waterig. What the F. Ik breng altijd gewoon zo met mijn vinger een beetje aan op de plek waar ik de blush wil. Ik begin met weinig. Want als je te veel aanbrengt is er no way back. En als je nog meer wilt dan kun je gewoon nog meer aanbrengen. En dan pak ik een kwast en dan blend ik het zeg maar zo in. Echt super super naturel. Dit is de meest naturel cream blush die ik ooit heb gezien gewoon. Maar ik vind het wel mooi. De kleur is wel mooi. Het voelt ook een beetje verkoelend aan ofzo. Als je echt gaat voor een extreem naturel lookje gaat dit denk ik wel fijn zijn en makkelijk. Oké, dan ga ik eventjes wat poeder aanbrengen. Een beetje contour en dan kom ik weer zo bij jullie terug. Oké, mijn gezichtsmake-up is af. Ik ben uiteindelijk best wel blij hoe mijn gezicht eruit ziet. Toen ik het aan het aanbrengen was, was ik niet zo blij met hoe alles eruit zag. Maar nu ik alles heb gepoederd, die blush heb aangebracht, et cetera, ziet het er allemaal wel weer gewoon goed uit. Nou ga ik beginnen aan iets voor de ogen. Ik heb hier de Kruidvat Infallible Flix Glossy Eyeliner Pen in de kleur 050 Super Blue. Dit is dus een blauwe eyeliner. Nou, dat gebruik ik echt bijna nooit. Ik ga altijd voor zwart en als ik wil afwisselen, ga ik zo nu en dan voor bruin. Maar blauw gebruik ik op zich niet heel vaak. Terwijl er wel altijd wordt gezegd dat blauw echt prachtig staat als je donkere bruine ogen hebt als ik. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Oh mijn god, mijn handen zijn helemaal glad. Oh mijn god, wat ben ik vandaag allemaal aan het doen, jongens? Oh my god. Oh, gelukkig is het maar echt een heel klein beetje. Ik vind dit lipding zo fijn. Oh my god. Oké, ik ga hem even swatchen op mijn hand. Oeh, hij is echt heel mooi donkerblauw. Het enige wat ik minder vind is dat hij wel echt heel veel bloedt. Hij is weer heel waterig. Ik weet niet waarom alles zo waterig is. What the F? Hij bloedt echt extreem. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga gewoon even een heftige wing maken. Nou, ik vind het echt super leuk en apart. De kleur blauw is ook heel mooi. Ik had wel iets meer pigment gewild. Het is een beetje waterig en een klein beetje doorzichtig. Dus ik had echt graag willen zien dat het iets meer donkerblauw was. Maar goed, het is oké. Hij is echt heel fijn om mee te werken. Hij is lekker flexibel. Hij werkt echt helemaal zo goed mee. Voor een beginner is dit echt ideaal om mee te oefenen. Ik vond hem best wel fijn in gebruik. Dan ga ik verder met de mascara. Dit is de Mighty Lashes Define Volume Mascara. Deze voelt zo raar aan. Het is een soort van rubber of zo. Het voelt echt heel erg raar aan. Oh my god. Oké, laten we kijken. Dit is hoe het borsteltje eruit ziet. De hele lijn is by the way vegan. Ik ga wel eerst eventjes mijn mini wimpertjes krullen. Oké, ik vind hem een beetje een moi. Ik vind hem niet heel slecht, maar ik vind hem ook niet heel goed. Ik mis echt een beetje volume. Er staat op volume. Maar hij geeft echt niet echt volume. Wat hij wel doet is dat hij ze een beetje zo verlengt en langer maakt. Dat vind ik wel fijn. Dus ik denk dat als je al goede wimpers hebt, je hem eventueel fijn gaat vinden. Maar als jij slechte wimpers hebt als ik, die echt meer volume moeten hebben, dan niet zo. Dus voor mij persoonlijk werkt hij niet zo goed. Omdat het een beetje een natural look is, denk ik dat ik geen nep wimpers op ga doen voor de verandering. Weet je wat ik mij net besef? Dat ik gewoon helemaal ben vergeten. Deze oogschaduwstick. Oh my god. Dit is de Go Magic Eye Crayon in de kleur 030 Copper Love. Dit is dus zo'n oogschaduwstick. Ik hou van oogschaduwsticks. Die zijn altijd zo makkelijk en snel in gebruik. Gewoon een beetje zo snel opdoen. En je bent klaar.
Oeh, die kleur is echt prachtig. Een beetje zo rozig en glanzend. Normaal zou ik die eerst opdoen en dan pas de rest. Maar nou ben ik het vergeten. Maar ik wil hem gewoon alsnog op gaan doen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Hij matcht niet echt met het blauw, maar dat boeit even niet. Die van Pixie zijn echt heel fijn. Ik heb heel veel van dit soort sticks van Pixie. Kosten wel iets meer, maar zijn echt super fijn. Wat je gewoon doet, is dat je het gewoon zo aanbrengt over je hele ooglid. En een klein beetje in mijn crease. Tenminste, ik al, want ik heb hooded eyes. En dan gewoon zo een beetje uitblenden bij de randen. En dan ben je eigenlijk gewoon klaar. Super makkelijk. Kijk even hoe makkelijk dit ging. Heel erg mooi. Het geeft toch net iets extra's aan de look. Oké, dan ga ik nou verder met een highlighter. Dit is de Lighten Up Diamond Glow Highlighter. In de kleur 010 Champagne Pelican. Dit is dus een veel te lichte highlighter poeder voor mij. Maar deze kleur, jongens, dit is echt voor als je echt een lichte huidskleur hebt. Ik heb echt een medium huidskleur. Hij is een beetje poederig of zo. Oeh, er komt bijna niks van af. Oh nee, wat slecht. Oké, nou, ik ga hem gewoon proberen. Ik persoonlijk hou altijd van iets meer glow. Dit is wel heel natuurlijk. Ik weet niet, er komt bijna niet echt iets van af of zo. Iets te poederig, krijtachtig. Ik vind hem niet zo. Oké, en dan als laatste is voor de lippen. Dit is de Show Off Colors Velvet Matte Lip Pencil in de kleur 040 Cute Pink. Ook weer zo'n lipstick potloodje. Is super makkelijk en snel in gebruik. Veel makkelijker dan een normale lipstick. Ik ga even dit eraf halen, maar dit vond ik echt heel fijn. En dan ga ik in met dit ding. Super fijn en mooi. Dit zie ik maar echt nog gebruiken. I love it. Je kunt hem gewoon aanslijpen. Heel mooi. Ik vind de kleur ook echt mooi. I like it. En dan zijn we klaar, jongens. Even een beetje fixing spray van Catrice. De Hyaluronic Spray. Mijn hele ding is kapot. Kijk even dit. Ik ben hem nog gewoon zo aan het forceren. Nou jongens, dit is dan de hele look. Ik vind dat het echt een hele leuke naturel lookje is geworden. Oké, wat vind ik nou van de hele collectie? Deze highlighter. Oh my god, ik vind hem echt super bakker. Voor die prijs heb je ook gewoon echt hele goede van Catrice. Zoals ik heb hier ook eentje van Catrice. Deze is echt super goed en super goedkoop. Ik ga ze gewoon even swatchen en dan goed het verschil laten zien. Dit is die van de Kruidvat geswatcht. Nou, heel krijtachtig. Bijna gewoon niks. En dan ga ik ook deze van Catrice swatchen. Even mijn vingers schoonmaken. Ook letterlijk één swatch. Kijk even dit verschil. Zie dit verschil. Kijk die eronder en kijk die van Catrice. Deze is echt veel beter. Dus deze raad ik echt niet aan. Dit lipstickpot loodje. Super fijn. Super makkelijk. I love it. Voelt heel fijn aan. Deze oogschaduwstick vind ik niet zo. Hij blendt een beetje moeilijk uit. En hij heeft ook niet heel veel pigment. Dus ik persoonlijk zou hem niet meer gebruiken. De mascara vind ik ook niet zo. Maar dat is wel echt een persoonlijke voorkeur. Omdat ik gewoon echt hou van meer volume. Deze pen vind ik echt fantastisch. Super mooi. Blauw, I love it. De liquid blush vind ik ook mooi. Hij is alleen voor mij persoonlijk iets te naturel. Ik zou voor deze stick gaan. En de stick is ook echt veel makkelijker om te gebruiken voor beginners. Je brengt gewoon zo een beetje aan op de lippen. Uitblenden met je vinger. En je bent gewoon klaar. Dus als ik voor één van de twee moet gaan, dan ga ik voor de stick. De strobing cream. Ik vind hem mooi. Ik zou iets meer glow willen. Deze vind ik ook niet zo fijn. In combinatie met andere wenkbrauwproducten. Maar nogmaals, als je hem echt alleen gebruikt, dan kan die wel fijn zijn. En het deze gezichtsprimers. Ja, ik heb dus twee niet gebruikt. Eentje wel. De andere twee ga ik ook nog wel proberen. Ik miste ook weer een beetje glans. Vooral omdat dit dus je gezicht moet laten glanzen. Ik heb een heleboel andere primerolieën die mijn gezicht echt mooi laten glanzen. En dat miste ik hier nog wel een klein beetje. Maar ik ga de andere twee ook nog proberen. Al met al was het dus niet de slechtste collectie, maar ook niet de beste. Een aantal producten waren fijn en een aantal niet. Ik zou zeggen voor die lage prijzen zou ik het zeker proberen. Vooral als je een beginner bent en als je houdt van natural make-up. Als je niet houdt van natural make-up, als jij iemand bent als ik, die echt van een full glam houdt, dan gaat dit niet echt de collectie zijn voor jou. Het is echt gericht op natural make-up en vooral voor beginners. En vooral ook als je gewoon een beetje snel wilt zijn. Maar een aantal producten ga ik zeker nog wel gebruiken. Let me know wat je van de collectie vindt en van deze make-up look beneden in de reacties. Ik hoop weer dat ik jullie een beetje heb vermaakt vandaag en jullie echt iets aan deze video hebben gehad. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!